Het was zo gehaald. Bas, maak je niet zo moe, hè? Zaterdag 4 maart maken we ons debuut in het peloton. De komende weken werken we toe naar de Ster van Zwolle. Met maar één doel. Winnen. Dit is ons debuut. Het is vrijdag 24 februari en na een lange reis, uurtje 17, 18, samen met Thomas in de auto te hebben gezeten. Dat is heel gezellig, kan ik je vertellen. Zijn we terug in Nederland na 4,5 week. En ik ben onwijs blij dat ik de Ster van Zwolle ga rijden. 4 maart gaat het gebeuren. Maar eerst hebben we nog een generale repetitie. Morgen in Dordrecht, trainingskoersje. En daarna hebben we onze teamvoorstelling. Ploegpresentatie, teamfeest, hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, tot morgen. Ja? Heb je zin in? Hey. Ja joh, lekker. Het is koers. Ja, ja, nog niet helemaal echt, maar bijna. Goedemorgen. Het is al even middag hoor. Het is 5 euro alsjeblieft. Even zwaaien met die gouden passen. Amai, contactloos. In België kan dat niet hè. Dat is allemaal in het zwart. Nummer? 28. Die moet je in de gaten houden. Ben je zwart gewerkt, een beetje bij. Dat is de eerste manier dat ik mijn zwart geld kan kwijtspelen. Ja. Moeten we inschrijven hier? Of... Ja, daar rij je al. Goeiedag. Doe ze. Ik zat niet op te letten. Ik rij vol tegen zo'n wegafscheiding met een paaltje aan en ik knal er overheen over de kop. Maar... Staat je goed? Hij begint al op ons te lijken. Ja, ja. Nou, ons. Dan ga je buiten. Ja, zo'n trainingskoers, daar mag bijna iedereen inschrijven als je een licentie hebt. En dan wordt het wel in categorieën verdeeld. Ja, het zijn echt voorbereidingswedstrijdjes om te kijken hoe je ervoor staat, om weer eens in de groep te rijden, om materiaal te testen, dat soort dingen. 5 minuten voor het vertrek is het hele team compleet. We hebben een hartstikke mooi plan namelijk bedacht, hypothetisch, maar dat plan valt in duigen. Op dat moment gaan jullie elkaar opzoeken in de koers. Er wordt ter plekke een nieuw plan bedacht. Iemand van jullie gaat iets bedenken wat jullie vandaag gaan doen. En Bart interesseert me helemaal niks. Hou de botten sowieso heel, het is een trainingskoers. Maar doe dat. Zoek elkaar op en bedenk vandaag iets leuks. We staan met 9 man aan de start hier in Dordrecht. We rijden 1,5 uur plus 3 rondes. Op naar een lekkere trainingskoers. Heb jij al bedacht wat je gaat roepen zo? Schuiven. Dat is echt de voetbalvader. Schuiven. Schuiven? Ja. Dat is nog van voren zitten. Niet op kop, niet op kop. Ja, dan moet je doordraaien. Ah, dat is Kopecky. Ja, die is alweer vertrokken natuurlijk. Met mijn bril hè? Ja. Die is toch sneller. Ja. Is die echt aero, ja? Ja, mijn bril is wel aero. Kom eens aan Jos. Kijk, en nu de dicht gooien. Wel vet hè? Ja, dat is mooi. We kijken naar de laatste trainingswedstrijd, de voorbereiding voor de Ster van Zwolle. Maar eigenlijk hebben ze helemaal geen opdracht gekregen. Ze hebben onderweg zelf een strijdplan bedacht. Omdat we, als je een strijdplan bedenkt, is ook een stress. We willen ze stressvrij laten rijden. Voor de Ster van Zwolle bedenken we van tevoren een strijdplan. Dat hebben we nou niet gedaan, dus ze staan heel vrij aan de start. Maar vlak voor de start kregen ze toch één opdracht. Ga onderweg iets bedenken. En waarom? Wanneer je een paar plannen hebt bedacht en die werken niet, moet je ter plekke nieuwe gaan bedenken. En dat hebben ze vandaag gedaan. Ik ken hun strijdplan niet, maar hebben ze net bedacht. Mooi Wouter, gewoon lekker draaien. Volgende week is gewoon precies hetzelfde, maar dan voor het echt. Ja, volgende week is de ster. Sterren. Nee, wacht, we hebben feedback gehad. Het is de Salver daar Ster van Zwolle.
Wat is Salvedaar? Dat is een bouwbedrijf uit de regio Zwolle. Oké. En dan moeten we toch een stukje dankbaarheid tonen dat zij de Ster van Zwolle sponsoren. Oké, dus bij deze? Het is de Salvedaar Ster van Zwolle. Oké, heb je nog meer mensen die je wil bedanken? Salvedaar. Bas, maak je niet te moe, hè? Niet te moe maken! Bas moeten we even nou gewoon, die moet niks meer doen. Heeft heel hard getraind. Bas is ook een van de oprichters van onze ploeg. Dat kost heel veel energie. Alleen dat is al een topprestatie, is al een grote overwinning. En nu komt even alles samen en dan zitten we een week voor de Ster. En dan is het eigenlijk zo dat we na deze wedstrijd moeten we hem eventjes symbolisch gezien een week lang onder een donsdekje, bedje liggen, leggen. Dat hij kan uitrusten en dan komt alles goed. Laatste ronde jongens, laatste ronde. Het ging goed. Ja, het was echt tof. Ja. Ik had zoiets. Je hebt iedereen eventjes naar de club. Nee, hey, wel weer lekker rappen hoor. Ja, het was echt tof. Wat een ambitieuze machine. Ja, kijk, ja, ik had ambities uitgesproken met de korte broeken. Oh, dat heb ik afgezien, jongen. Met jou wel. Slechts. Dit is hem, hè? De winnaarsbril. Dat was hij van mij vergeten. Dus dan moet ik opdragen aan Jos Wester. Bedankt. Goed. En jij voor de lead-out. Ja, graag gedaan. Het was eigenlijk mijn sprint, maar... Ja. Dat was wel lachen. Dat was echt lachen, man. Goeie, joh. Hoe was het, joh? Oh. Jordi heb ik afgezien, joh. Niet nou. Ik heb nog nooit zo goed gegaan. Mijn prachtjes. Er werd niet veel gepraat, volgens mij. Dat was ook echt uit. Het was zo gehaald. Niet normaal. Maar, nou, in ieder geval, toen kregen ineens Abraham en ik een klein gaatje. Ja, hij vroeg in de laatste ronde naar mij, wat gaan we doen? Ik zei, ja, we gaan wel sprinten. En toen zei hij, ja, is goed. Een beetje alsof hij al verloren had. Ja, deze ga ik winnen. Ik vind het leuk voor de jongens, maar ik heb vooral genoten van de wedstrijd. Ik zit gewoon allemaal van het nieuwsblad te kijken. Kijk, maar daar gaan de jongens natuurlijk volgend jaar rijden, dus je moet wel een beetje weten hoe de koers loopt. Of niet, hè, Martijn? Ja. En we hadden het koud, we hadden het gewoon koud. Weet je wat leuk is? Dat we straks feest hebben. Maar voor het feest hebben Josse en Devin voor alle sponsoren van het team een diner georganiseerd. Met verschillende sprekers en het heerlijke eten van Ron Blauw was het een meer dan geslaagd diner. En ik denk voor iedereen die er was, een supermooi inkijkje eigenlijk achter de schermen. En ja, mensen leren kennen. Ik zie het nooit als prestatie ontwikkelen aan zich. Het is veel meer de persoon ontwikkelen die daardoor een betere prestatie heeft. En toen was het tijd voor iets wat een ploegpresentatie zou moeten zijn. We wilden een week voor de Ster van Zwolle een momentje maken voor de kijkers. Om de renners eens van dichtbij te aanschouwen en om er vooruit te blikken op het aankomende jaar. En de renners één voor één voor te stellen. Goedenavond Tietema fans! Goedenavond meesterknechten! Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. 500 man in deze zaal vanavond om een feestje te vieren. Ik zag zoveel mensen. Ik werd gelijk echt super zenuwachtig. Ik ben daar niet echt voor gemaakt, denk ik. Ja, het is natuurlijk wel een surrealistisch beeld dat een ploeg die net 2 maanden bestaat eigenlijk, of nog niet eens 2 maanden bestaat, dat we zo'n feesttent vol krijgen. Want hier zijn de grondleggers van Tour de Tietema. Mag ik een waanzinnig applaus voor Josse, Devin en Bas? En toen was dan Devin om er een gaaf programma van te maken met Sander Hogedoorn. In het kader van dingen doen die je nooit gedaan hebt, stond ik samen met Veronica-DJ Sander Hogedoorn op het podium. En hebben we één voor één de renners aangekondigd met een eigen opkomstnummertje. Ja, daar is hij. Zelf ook een beetje DJ, toch? Wannabe DJ. We hebben een spelletje gespeeld, we hebben muziek gedraaid. Als een gezellige avond in de Circus Tent. Je bent volgens mij afgelopen woensdag of afgelopen donderdag teruggekomen uit Spanje. Hoe lang heb je daar gezeten? Ruime 7 weken. Ja. 7 weken, Bas was er 4,5 week. Ja, we waren dus 4,5 week met Bas. Hoe was dat? Ja, ik moest eraan wennen om met hem samen te wonen, zeg maar. En, hij is een man vol met leuke ideeën, maar qua organisatie en spullen opruimen...
Ja, valt het vies tegen. Ja, deze avond overtrof wel denk ik al onze verwachtingen. En biedt zoveel hoop en perspectief dat we in Zwolle weer de tent vol gaan krijgen. Dat is leuk, hè? Bas van huis, dus wij sluiten hem af. Ja, sluiten we af of gaan we nog door? De video sluiten we af. Mensen kunnen volgende week natuurlijk kijken in Zwolle. Dus doe dat vooral. Ja, kom vooral. Kan je zaterdag nou niet in Zwolle zijn? Je kunt de Ster van Zwolle en meer van onze koersen kijken via de Eurosport-app en Discovery+. Wil jij kans maken op een gratis abonnement? Ga dan naar de link in de beschrijving. Doei doei en tot zaterdag in Zwolle.